Vriend, je bent geboeid. Maar dit is een monster truck. Deur, achtervolg, gek motor, geen kenteken, geen helm. 90%, kan niet missen. En hij gaat er vandoor. Staan blijven. Politie, laat hem uitvallen. Staan blijven. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSB Niveau en More. En vandaag ga ik op pad met de onopvallende polo. Gemaakt door Waslijn. Rowan Waslijn, shoutout naar hem uiteraard. Samen met een collega, we gaan gewoon lekker opvallend in een onopvallende wagen. Ja, moet je tegen kunnen. In het bruin, ik vind het eigenlijk wel vet. Zijn meningen uiteraard over verschil zijn. Of zullen we hem toch mat grijs of iets pakken? Misschien. Ja, ik kan jullie moeilijk nou een mening vragen. Dit is nog wel vetter. Ik ga waarschijnlijk heel vaak zeggen de Golf. Dat zei ik in een vorige video namelijk alleen maar. In de Golf dit, in de Golf dat. Oh, mijn Golf gaat kapot, dit dat. Dus dat gaat nog wel eens vaker gebeuren. Blauw. Voor de rest zit helemaal niet op. Waar ik achter ben gekomen. Dit doet geloof ik helemaal niks. En dit ook niet. Zet hem in zijn drive. En we gaan de straat op. Ook deze, net zoals de Audi, heeft geloof ik best wel een goede grip. Even afkloppen. Voordat we dadelijk elke bocht... Ja, sowieso vliegen we wel een keer uit de bocht. En knallen we wel eens ergens op een voertuig die, als we dan met spoedrijden, opeens voor me stil gaat staan. Maar dat is nou eenmaal zo. Daar kunnen we verder weinig bij veranderen. We have a hit and run. Respond code 3. Meteen de eerste prio 1 te pakken. Een verdachte die er vandoor gaat naar een aanrijding. En die rijdt hier. Die heeft dus iemand aangereden. Hij was in een heftige hit and run. En ik weet niet wat daarna nog stond. Severe hit and run. En nog wat. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oep, en we knallen tegen een boom. Ja, in principe, nou, hier is come to a stop inderdaad. Als je nu achteruit rijdt, dan rijdt je benzin. Ja, wat wil je nou doen? Kom op, stap uit. Kom hier. Dat gaan we niet doen, hè. Je bent aangehouden. Je gaat je omdraaien. Je gaat geen rare dingen doen. Hand op je rug. Hey, hand op je rug. Duidelijk. Ja, hier komen. Ja, maar godver. Vriend, je bent geboeid. Hier komen. Oh, weg blijven gaan. Nee, luister, je bent geboeid, je bent aangehouden. Ik heb zo gevoel dat daar een hele mod crasht, omdat die het allemaal niet meer snapt. Ik ga hem meenemen en dan breng ik hem naar het bureau, aangezien het hier om de hoek is. Zijn auto is al weg. Hopelijk niet gestolen, want dat heb ik dan even gemist. Oké, stoppen. Ja, maar pot non de jus. Weet je wel, laat hem maar rennen. Hij is aangehouden. Oeh, ja, lekker. Lekker voor je pik. Hij is aangehouden, wij gaan lekker... Nee, je gaat niet achterin stoppen. Wij gaan lekker door. We gaan end, als dat nog moet. Oh ja, rij anders op mijn deur in. Ah ja, anders. Toet toet. Oké, wij gaan door. En dan wel naar een auto die hier rijdt. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Houden hem even in de gaten. Zo te zien de tweede auto. Dus de middelste. Hebben we nou het laatste al met deze opgenomen? Ik weet niet meer. Met welke auto was het ook alweer toen ik de heuvel niet opkwam? Al met de B-klasse. Motorrijder zonder helm of deze die wat extra gas geeft. Motorrijder zonder helm dan maar. Hè? Zo. Dikke Willy. Ook al was het waarschijnlijk per ongeluk. Hou hem even in de gaten. 12-01, 12-01 over.
Lincoln 18. Twijfels worden weggeroepen. We gaan toch. Laat maar even weten in de reacties wat jij zou doen. Zou jij meegaan met die achtervolging of zou je achter die motorrijder aan blijven gaan die zonder helm reed? Even snel bij gaan komen, want hij rijdt redelijk ver van ons af. Hij staat ergens stil of roder. Ik weet niet wat we daar aan gaan treffen. Oh ja, tuurlijk, we glijden door. Collega's zijn erbij. Oh, hij rijdt alweer. In principe ga ik de Audi voor moeten laten omdat ze team verkeer zijn. Maar kijk, oeh, dit is een monster truck. Die heeft moeite met weg te komen, geloof ik. Zou eentje uit Zwitserland zijn, als ik het goed heb met die vlag. Uitstappen. Kom, ik ga niet moeilijk doen. Ik ga het gewoon lekker makkelijk doen. Let op de vuurlijnen met andere onschuldige mensen. Op knieën. Ga nog liggen. Op knieën zeg ik. Heel goed. Je bent aangehouden. Je bent niet te antwoord verplicht. Wapen bergen. Je hebt recht om een advocaat te gebruik van maken. Dat lijkt wel handig. Ik vraag me af als ik een takelwagen hiervoor haal. Of vraag wat er dan gebeurt. Ik ga hem even, ondanks dat we met z'n tweeën zijn. Ga ik even laten transportje laten komen. Nu weet ik eerlijk gezegd niet. De ene keer zeg ik altijd van nee, ik ga geen. Ik ga geen transport vragen, want ik rij alleen. Nu rijden we met z'n tweeën. En dan is natuurlijk wel de vraag van wordt getransporteerd in een onopvallend voertuig. Verdacht. Ik denk het wel. Maar dan ook wel niet. De dienst begint in ieder geval druk. En wordt nog drukker. Even gaan denken aan onze veiligheid, maar er rijdt iemand die heeft geschoten. Nu gaat er ook wel vandoor zitten zien. De B, nee, de A6 zit er ook al achteraan, geloof ik. We moeten even in de buurt komen. Dan worden we gejoined bij de achtervolging. Let op Audi alsjeblieft. Dat scheelt ook heel weinig. Dan joinen we als het ware. En op dat moment kunnen we zien wie er allemaal gekoppeld is, et cetera. Maar we moeten hier eerst veilig zeg maar doorheen glijden. Ik weet niet of er al collega's achter zitten. Het valt hier op zich wel mee met de gladheid. Maar wil toch niet te snel, gaan zeg ik met 145 over een 80 weg. Mag helemaal niet, maar doen we gewoon. Het wordt lastig om daar veilig en realistisch bij te komen. Hij moet eigenlijk al zelf een fout maken. Hier zie ik niks, hier komt niks, kunnen we er langs. Veilig, yes. Kan misschien wel. Nee, kan nog niet. Hoef geen handen. Hij rijdt ver weg. Inmiddels. Stoppen, jongen. Ja, hij is weg. Alsjeblieft, BOA. We zijn hem kwijt. De collega's van dit gebied zullen hem verder gaan onderzoeken of zoeken. En wij staken. Zo snel zou ik nooit staken natuurlijk, maar in GTA ga je hem toch niet meer vinden, want die despawnt gewoon letterlijk. Er moet officieel een kenteken op die trailer zitten, maar ja, daar kunnen we geen bekeuring voor geven, et cetera. Dan gaan wij terug naar ons gebied, dat wil ik nou nog zeggen. Ik weet niet meer. Oh ja,
die blijven altijd aanstaan aan die alarmlichten. En de wieken wil ik zeggen. Maar de velgen die veranderen continu van kleur. Dat viel de mensen in de andere aflevering ook al op. Dat is wel geinig. Viel mij ook meteen op hoor. Dit soort auto's zie je heel veel in het gebied bij Sandy Shores. Ik vraag me af of daar een kenteken op zit. Ja, dat wel. Maar voor. Niet echt helemaal auto's die in Nederland goed zouden worden gekeurd, lijkt mij. Lijkt mij. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 0, dat had ook 3, echt geen Delta, zin om Uniform, niet Alpha, gewoon rechtdoor 6, te gaan, want je komt 4, hier gewoon op dezelfde 9, weg 9, uit. Nou, een rare situatie wat hier veroorzaakt, knallen we een auto. Nou, we eens even laten blazen, kan ook kwaad. Voor geen kenteken. En ja, dat hoeft niet in het hoeft niet in bepaalde steden. Oeh, wat gebeurt daar? Lek. Dat weet ik. Maar aangezien we Nederlandse roleplay doen, ga ik ook van dat soort. Hey, stop eens even. Hey, ja, ik krijg ze meteen op een bekeuring. Blijf er even staan. Stop eens. Wait up! Oké, jammer. Nou wacht, hij gaat dan meteen. Misschien niet helemaal goed. Ik ga hem even een waarschuwing geven, ga ik hem nu een stopteken geven voordat dit allemaal fout gaat met de verkeerscontrole en zo. Oh. Ctrl Q was dat geloof ik. Ja. Iets meer naar rechts. Nog iets meer. Ja, stop maar. Hoppa. En van deze kanalen krijg je in ieder geval een bekeuring voor het of ja, we gaan even kijken wat we kunnen geven. Goedendag. Hey. Voor mij een rijbewijs. Check. Meester. Ik geloof dat wel de eigenaar was. Oké. Okay. Heeft hij iets gedronken toevallig? Heb je niks beter te doen? Natuurlijk niet. Oké, okay, heb je wel drugs gehad? Wat boeit dat jou nou? Nou, ik vraag toch gewoon. Mag even blazen. Tot ik stop zeg. Dus blazen. Oh maar. Oké, okay, je hebt iets gedronken. Maar nog onder het limiet. Nee, wacht. Nee, boven het limiet. Je mag 0... Nee, onder het limiet. Ja, onder het, sorry. Mag je nog even een speekseltest afnemen? Of gaan we nog even een speekseltest afnemen? Ja, goed. Positief gescoord op cocaïne. Dus dat betekent dat je mag uitstappen. Maar blijf staan. Even omdraaien voor me. En aangehouden rijden onder invloed. Oh, sorry. Wauw. Ik probeer mijn muis te bewegen en gewoon in de... Op het moment dat ik mijn muis op de... dat ding zet, ik weet niet of je het hoort, klik ik ongeluk. Hey, toppie man. Voertuig gaan we wegslepen en we laten hem lekker liggen. Hij is fictief meegegaan. Fictief wil zeggen, niet, we doen alsof, maar niet echt, zeg maar. Snap je? We gaan lekker terug naar de stad, naar ons gebied. Tenzij we hier nog een motorrijder tegenkomen zonder helm en over de duivel gesproken. Zonder helm dan een kenteken zitten zien. Een petje is geen helm. En zonder kenteken zo. Kijk eens, gaat inhalen hier, die heeft geloof ik al doorgelaten. Dus wat gaat hij nou die vrachtwagen eerst inhalen en dan het hier even gas geven. Met de deur. Achtervolg geen motor. Geen kenteken, geen helm. Hij gaat rechtdoor en hij knalt op een hek. Waarna hij vervolgens nog meer rechtdoor gaat en nog ergens op knalt. Staan blijven. Klapje. LSPD. Kom, staan blijven. Staan blijven.
blijf erbij. Ik heb het nu al zo vaak gezegd. Ik moet gewoon die E-knop hebben. Eén keer op E of twee keer op E of E ingedrukt houden. Tot ik niet meteen met een taser op hem hoef te richten, maar tot ik hem nu gewoon kan aanhouden, snap je? Kom. Spam gewoon die E-knop in. Ja, maar... Dit vind ik zo zonde, hè. Wie gaat nou meteen met een taser richten? Ja, in Amerika sowieso, maar... Kom op. Hier toch niet. In Nederland. Of in België. Goed, je bent aangehouden, negeren, stopteken. En ja, dat zit eigenlijk. Ik weet niet. Ik ben niet te onverplicht, maar waarom ging je er vandoor? Ik ga even fouilleren. Ik geef waarschijnlijk geen antwoord op mijn vraag. En ga ik dat sportje eens kan. Dan gaan wij terug naar onze polo. Hey. Polo en... Ja. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Maar bijna december, joh. Het is bizar, hè? Hoe snel dat is gegaan, eigenlijk. Of hoe snel dat gaat. Citizens report a possible stolen vehicle on Route 68. Nieuwe melding. Een voertuig die is voorzien van een trekker. Geen John Deere trekker, maar een... zo'n track and trace. Die zou hier ergens rijden. Wat ga jij nou doen? Ga nou helemaal zo omrennen? En die zou gelukkig op mij afkomen. Maar die is dus gestolen. En die wordt hier nu gespot. En wij hebben op een of andere mysterieuze wijze het traceapparaat gekregen. En hij rijdt nu van ons weg. Kom. Kom. Alsof je alle tijd hebt voor een nieuwe melding als je die niet hebt gehoord. Ik denk dat we hem hier tegemoet gaan komen op deze weg. Ja. Het signaal wordt heel sterk. 90%, kan niet missen. En hij gaat er vandoor. Zij heeft de volging negeren, stopteken, gestolen voertuig. Uh, 80 km in het uur ongeveer. Petje gegeven. Nu spreekt de politie. Open fire! Nee! Ik weet niet wat hij nou zegt. On my command, open fire. Op mijn commando mag je... bij deze schieten, maar dat doen we dus even niet. Even uitloop. Onder een uur inmiddels. Het voertuig probeert ons blijven te helpen. Iemand probeert ons blijven te helpen. Maar dat hielp niet. Oh, daar gaan we zelf van de weg af. Shot neertrekken. Handig. Al wat één is. Oh, erbij te vragen. Stop en houden. Even heel op. Nee, daar gaat lijk komen en je voelt gewoon dat er een aanrijding zal aan te komen. En richting stad, dat scheelt al. Oh. Aankomen en niet dat die daar met 120 langs scheuren of op mij knallen. Langs mogen ze best komen, maar op mij knallen niet. Rechts een voertuig. Oh ja, natuurlijk. Daar hebben we wel mooi klem gezet zo. Uitstappen.
Ik ga niet weer hetzelfde doen als net. Je blijft staan. Staan blijven. Ik laat ze even, Heel goed. Rustig aan, collega vuurlijnen. Pikewerk. Goed bezig, collega. Collega heeft hem aangehouden. Ik zet mijn sirene even uit, want dat lukte niet. Ik drukte per ongeluk op de C. En toen ging ik met de G omlaag. Zie je, als ik nu tuk, 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 tuk. En dan ging de sirene niet uit. Dus ik wil hem uitzetten. Sirene die aan blijft staan heeft ook wel wat vets, vind ik. Oh nee, een Volvo. Nee, weg hier. Is het een V90 of een XC60? Oh, XC60 gelukkig. Want jullie weten wat die V90 is allemaal uitspoken hier. Als je daar, als die eenmaal in een spin raken of zo, dan stoppen die niet meer met spinnen. En dat is ronddraaien. En overal tegenop knallen. Etcetera. Dat is ook gewoon niet de manier om langs te komen, goed. De collega's gaan hem oppikken. Ik zie hier even. Oh, wat kom je doen? Ik twijfel. Nou, ik ga. Ik wil even mee naar boven gaan, want die rode SUV, of die bruine SUV, die vloog wel heel snel voorbij. Maar ik red het niet meer. Oeh, V90. Ah nee, X60, gelukkig. Ja. We have a person carrying a knife. In downtown Vinewood. Suspect is male. Politie, laat hem uitvallen. Staan blijven. Zij het voor de voet. Verdachte getaste. Laat dat mes vallen. En op knieën. Vallen. Weg bij de mes. Mes trap ik weg. Ik ben aangehouden. Verboden bezit. Goed, transport je deze kant op. En ik ga jullie allemaal, jongens en meisjes en genderneutrale fans, zal ik ze maar noemen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag. Over een paar dagen. Kan 2 zijn, kan 3 zijn, kan 4 zijn, kan 5 zijn, kan nooit meer. Nee, nooit. Een grapje. Rustig aan, joh. Niet stressen. Dan weer bij een nieuwe video. Tot dan.